De eerste stap op de weg naar recovery is dat je een probleem Welkom AA. Als het dan gaat over op bepaalde plekken terechtkomen waar er bijzondere momenten aan het gebeuren zijn. Jij zat ook in Parijs tijdens ah, ja. de aanslagen ja, van Bataclan. Hè. Klopt, ja. Hoe was dat daar? Hoe was die sfeer? Wel, want dat kun je je niet voorstellen dat je daar niet tussen zat. Nee, dat kun je je niet voorstellen. Dat is ook. Um om te beginnen, wij zaten echt in de rand van Parijs. Hè. Dus mm -hmm. ik op zich ik was wel veilig. Hè. Ik zat niet in het centrum. Ik was de avond ervoor nog met, met mijn collega in het centrum geweest. En daarom was dat ook wel raar, maar ik zat wel in de rand. En um, wij hadden vier, vijf dagen daarna een première van Fiteleo, van Beethoven, een bewerking. En wij waren nog aan het repeteren die avond. Het was vrijdagavond. En we waren klaar. Ik pak mijn GSM en die was echt zo die was ontploft. Omdat iedereen wist ook van die zit in Parijs. Um, en wij wisten van niks. Hè. Iedereen stuurt van, ben je veilig, weet ik veel wat. En ik zeg van, volgens mij is er iets aan de hand, want deze is niet normaal. En toen zijn wij in de keuken rond tv'tje gaan zitten allemaal. En toen zagen wij dat ook, dat was echt aan het gebeuren toen ook. Dus, ik weet niet of je dat herinnert, maar... Dat was eigenlijk heel de avond door, dat er nieuwe explosies en ik nieuwe. Me aanvallen... Op, uh, levendig. Ja. Hey, ik zal u heel even kort onderbreken en dan ga jij verder. Maar dat, ja. was, dat was een verjaardagsfeestje in de Joe. Ik was aan het traaien. Jij wordt aan het echt... traaien. En twee van onze vrienden, ene ervan zat toen dit, steeds denk ik, ofwel bij de moord of bij de federale politie. En de andere, hey, de Benja, dat, dat, alley, er zijn er zo'n aantal die zitten bij de politie. Eh, en die kregen dat binnen. Dus die lieten dat ook Ze ja. van, hé, hey, er is hier iets heel moeilijk aan het gebeuren in Parijs. En die kregen ook constant updates ja. van 15 doden, 30 doden. Het zijn er al 45. Ja. Zodat het dus, we, dus ik herinner dat me dat. Herinner me dat ook herinner ik, nog ik mij ook heel goed. Ja. Dat vond ik het ja. moeilijke aan die avond en die nacht ook eigenlijk. Omdat je constant nieuwe info krijgt. En hier is iets gebeurd. Zoveel doden en daar en daar. En je zag dat echt op het nieuws met die breaking news en, en met de kaart. Je zag dat zich verspreiden. En je dacht van, ja maar man, ik, ik ga dat stoppen. Dat mm -hmm. gevoel van, ga, ja. ga, wanneer stopt dit? Want dan kopen wij uiteindelijk wel in ons bed, maar ik heb die nacht ook niet geslapen. Want ik, ik dacht de hele tijd van, ja maar is dat nu gestopt? Is dat nog bezig? Wat, wat gebeurt er eigenlijk? Het is zo, dat is ook een beetje van deze tijd. Je krijgt zoveel informatie en zo kort erop. Mm -hmm. Dat is onvoorstelbaar. Op zo'n moment is dat echt dat is ja, in, en, impressionant. En hè. Parijs is ook, dan is ook door hoe groot dat Parijs ja, is. Nou, oh, dat dus ja. is totaal andere vibe. Hè. Dat maar is, je zag ook direct ja. van, dit is georganiseerd. Want, allee, dit is zo, dat kan geen toeval zijn. En daar, en dan staat de France en een Mataclan ja. en al die terrassen en zo. Um, en dan de weekend dat daarop volgde, zat ik daar alleen. Want iedereen uh, had een andere opdracht of ging naar huis. Dus ik zat alleen in dat theater en alles was dicht. Want de supermarkten mochten niet open, alles was dicht, dicht, dicht. dicht. Um, en ben ik wel buiten gegaan en dan merkte dat mensen vooral heel, heel zo... Een beetje kwaad waren of zo. Niet, ja. niet op een manier van what the fuck, maar zo van: hé kom, dit kan toch niet, we moeten erdoor. En dus je merkte wel zo die resilience of zo, ja. uh, dat wel. En toen was het even um, niet duidelijk of dat wij gingen spelen of niet. Eigenlijk heel veel voorstellingen zijn afgelast omdat toen de noodtoestand is uitgeroepen. En wij speelden eigenlijk um, voor gemengd publiek, maar ook voor kinderen. En die mochten hun school niet meer verlaten, dus die mochten niet naar theater komen. Dus er is heel veel gesneuveld. Maar die première hebben wij wel laten doorgaan, ook al was het advies van niet doen, geen mensenmassa samen en weet ik veel wat. En uh, dat was wel een speciaal moment. Er zaten heel veel volwassenen in het publiek. En als je dan zo een verhaal speelt over. Ja, dat gaat eigenlijk over politieke censuur. En, en Beethoven was nogal een, iemand met grote idealen. En die liet dat graag zien in zijn opera en in zijn mm -hmm. muziek. Hè. Over moed, over, over vrijheid van meningsuiting. Um, en dan op het einde eindigden wij met de negende. Allez, de hymne uit de negende van Beethoven: Alle mensen Veel den Brüder, ja, um, ja. Hè, De vrede, de, de broederlijkheid. En dan zag je toch in de. In de zaal, heel veel mensen echt instorten. Echt ja. blij te blijten. En dan moeten ze proberen doorzingen. <laughs> ik krijg het nu weer dat, moeilijk als je ja, eraan dat, denkt. Dat, 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 ja, inderdaad. Ja, ja maar, ik, maar dan moet je echt loskoppelen. Dat is lekker ja. als je op een begrafenis zingt of zo je ziet Heel veel miseren. Ja, 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 maar je moet gewoon echt. Ja. Die mensen zijn er niks mee als je je mee laat gaan. Je moet nee, echt nee. loskoppelen en gewoon je job doen, je ding doen. Met die muziek bezig zijn. Maar ik weet nog heel goed, dat licht is geen seconde te laat uitgegaan. Ik zal het zo zeggen. Ja, 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 ja. Ik had echt zoiets van: nu moet het stoppen, want ik ga blijten. En ik heb ook echt achteraf. Gehuild, gehuild, gehuild. Um, maar heel veel mensen hadden daar veel aan. Dus die storten dat wel in, maar die komen achteraf bij u zeggen, want dat is echt wat we nu nodig hadden. Ja. Die boodschap van hoop, van dat we, we, kunnen het, we kunnen het samen nog altijd aan kunnen. Ja. Maar dat was wel een heel vreemde periode, ik herinner me dat. Ja. In Parijs, ja. Nou, een heel schoon moment, hè. Ik, dat is zo een van die dingen dat ik, dat ik altijd dacht, van mensen die dat, hun, die dat op dat moment moeten zingen zoals op een begrafenis of zo. Dat is ook een zeker als het iemand is dat je zelf heel goed gekend hebt. Ja. een van die legendarische dingen is Elton John die je zingt op de begrafenis van Diana dat mm hij -hmm. uh, Candle in the Wind doet, maar met ja. een nieuwe tekst eigenlijk voor haar. Ja. En dat is ook zo'n moment dat ik daar dat, dat ik er naar zat te kijken en dacht hoe heb je dat volgehouden als dat gaat moet, over iemand? Voor mij persoonlijk, je moet dan echt loskoppelen van wat er gebeurt. En, en... gaat dat? Meestal wel. Mm. Ik kan niet zeggen dat dat altijd zal gaan. Of bij iedereen. Ik, mm -hmm. ik, 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 ik zing ook liefst niet op begrafenis van mensen die ik echt heel goed gekend <laughs> nee, heb. Want dat, dat is echt een kat bij de melk zetten. En ook, ja, je ja. kunt dat ook niet rouwen. Je kunt, je kunt niet afscheid nemen. Nee. Je, je komt daar dan buiten en je denkt, ik heb mijn eigen emoties heel, heel de tijd geblokkeerd en wat nu? Allee, ja, ja. iedereen heeft dat kunnen beleven en ik niet. Ja. Uh, snapte? Uh, maar, ja, want jij zit eigenlijk aan het denken over een performance hè, op dat moment. Gij ze niet bezig mee. Ik denk eerder ja. van, wat hebben de mensen eraan als ik me laat meesleuren door mijn emoties nu? Niks. Integendeel, dan wordt dat nog dramatischer. Mm -hmm. Weet je? Ik ben hier gewoon eigenlijk om troost te bieden. Dat is het dan, vooral. En dat is ook op zo'n moment, gelijk in Parijs. Je mocht dat gewoon niet laten, laten de overhand nemen op zo'n mm -hmm. moment. Nee. En inderdaad, dan kruipte in jezelf, dan kruipte in die muziek. Heel hard in het verhaal um, vergeet je eigenlijk alles wat er rond je gebeurt, even. Ja. ja. Het is wel want ik probeer mij dat dan voor te stellen, wat dat dan zou moeten zijn. Zo. Maar je moet dat ook leren, Allee, je leert ja. dat door ervaring. En je, je hebt ook, als je begint, heb je dat pasklare antwoord ook niet altijd. Mm -hmm. Je moet uh, een beetje kijken wat dat werkt voor je en, en dat wel ontwikkelen of zo. Ja. ja. Maar dat was wel een... Als ik, dat, als ik u dat zo hoor vertellen, hoe was dat dan als je, als je... Je zit daar dan bij, je dat dan zien gebeuren in Parijs, je deelt dat gevoel ook een beetje gehad van wat die sfeer was ja. en hoe dat, dat daar ging. Als je dan terug naar België kwam en je hoorde mensen daar dingen over zeggen, had jij soms het gevoel van... Allez, je, je weet hoe dat, wat dat daar gebeurt, hè? er gebeurt zo'n aanslag je hebt natuurlijk mensen die, die eh, wat, wat, wat altijd dat soort dingen brengen zo het beste en het ergste in mensen naar boven ja. hè? wat ik heel tof vond was dat ouvert gegeven waarin dan ineens heel veel mensen die een hashtag ja, rondstuurden ja. van hey, als je niet veilig heeft gelopen op straat komt bel dan we doen de deur open en dan hebben natuurlijk ook weer een hele hoop stemmen die opgaan die zeggen eh, allee, die weer pleiten voor een open repressief gedoe ja. En dat soort dingen. Gij, hadde jij daar een of andere emotie bij als je mensen er dingen over hoorde zeggen hier, of stonden mm. daar niet zo hard bij stil? Ik stond daar op zich niet zoveel bij stil, maar ik weet nog dat, toen, dat ik een interview heb gegeven voor Knak toen telefonisch, omdat zij wisten dat ik daar zat over de situatie daar. En um, dat ik eigenlijk vooral, vooral de nadruk had, want ik. ik uit mij daar niet zo heel graag over, maar ik had wel de nadruk gelegd op het feit van ja, maar we mogen. Allee, en ik sta ook zo in het leven, je mocht geen schrik hebben. We mogen, nee. mogen ons niet laten intimideren of zo. Dat, allee, ja. dat, zo leef ik heel hard. Um, laat u niet tegenhouden door externe dingen in het leven of zo. Maar je merkt dan al van het feit dat je gewoon al dat zegt, dat, dat heel veel mensen daar al commentaar op hebben van naïeve muzikant. Terwijl ik totaal mm -hmm. geen naïeve trut ben of zo, absoluut niet. Mm -hmm. En zelfs alleen, ja, en, en dan merkte je wel van ja. Hmm. ik heb dat wel heel snel van mij afgezet of zo, maar dat is ook omdat ik heb geen validatie nodig van hoe dat ik in het leven sta van externen of zo, snapte? Ja. Als ik vind dat het zo is, dan is dat zo voor mij. Hè? Ja. En ik kan, kan heel veel begrip opbrengen voor andere mensen een mening, maar uh, ze gaan mij niet, niet doen twijfelen of zo, omdat ik zo hard voel dat wat ik doe dat dat op die manier klopt voor mij, daarom niet per se voor u of voor een ander, maar dat maakt u heel krachtig denk ik of zo, en daarom heeft dat mij ook weinig gedaan op dat moment. Ja. De commentaren of zo, of, 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 ja. mm. maar ik kan me wel kwaad maken in, uh, ja, in uitspraken soms, maar ik probeer het dan gewoon voor mij te houden: die kwaadheid. <laughs> Niemand heeft daar iets aan, hè, aan die kwaadheid. Ja.